Najib, je bent verslaafd geweest. Waarom ben je drugs gaan gebruiken? Je krijgt het aangeboden op een feestje en je bent nieuwsgierig en je probeert het. En ja, het geeft je een gevoel van euforie de eerste keer en spannend allemaal. En dan doe je met één zakje doe je een hele week. En daarna ga je het gebruiken om problemen te onderdrukken. Of omdat je denkt dat je daardoor inspiratie krijgt. En deed je dat dan op feestjes? Mij, of was je dan ja, nou, alleen. Ik was een alleengebruiker. Ja, voornamelijk alleen, omdat ik... Ik schaamde me er ook een beetje voor. Ik kom uit een cultuur ook waar ja, drank en drugs al sowieso verboden is en haram. Dus ik moest het doen. Nou, ja, maar wist er wel van, maar niet de mate. Want... Maar spraken jullie dan over s'avonds in bed? Of zei je, of, joh, wat doe je nou? Had je me door of was je erachter gekomen? Ja, ik kwam erachter gewoon. Was ik aan het opruimen, vond ik een bord. Een hele schone bord onder mijn bank. Ik denk, hè? Dus ik pak dat zo en... Opeens dacht ik van, dat klopt hier iets niet. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik neem er een likje van. Kijken wat er gebeurt. En mijn tong verdoofde. En toen dacht ik, ja, hij gebruikt cocaïne. En ging je dan naar binnen en zit er ligt een bord en wat doe je nu? Nee, nee. Toen heb ik wel met hem erover gehad. Van, goh, Najib, klopt het dat je cocaïne gebruikt? En toen zei hij, ja, heeft hij dat niet ontkend. En, maar ik dacht van, nou, het zal wel meevallen. En viel het mee, Najib? Toen ik in het begin, ja, viel het mee. En dan kon ik ook tegen haar zeggen, nee joh, eventjes maar. Maar ja, naarmate je meer gaat gebruiken, ja, dan ga je dat niet toegeven. Dat het meer is dan dat zij daar heeft gevonden, zeg maar. En het bleef niet alleen bij cocaïne, het ging ook op een gegeven moment naar drank? Of ja. Het kwam het allemaal tegelijk? Ja, en bij de drank zei ze van, heb je die hele fles wodka leeg gedronken? Toen dacht ik, oei, dat moet ik niet doen. Dus wat deed ik dan? Als ik dan weer wodka ging halen, dan dronk ik hem wel leeg. Maar dan vulde ik hem voor de helft met water. Dan werd ze morgens wakker, zei ze, oh ja, oh, wat goed. Je hebt hem... Nee, maar ik drink niet altijd. Ja, er zat gewoon water in. Snap je? Je gaat liegen. Je gaat allemaal smoesjes bedenken omdat je iemand niet wil kwetsen. Omdat ik, ja, ik zag wel dat ik een probleem had. En waarom deed je dat? Wat dacht je dat je beter werd qua... Weet je, ik kan wel allemaal dingen de schuld geven. Maar de stress, de druk van een nieuw programma maken. Dingen uit het verleden, weet je wel. Het gemis van je vader. Ja, als je daar niet over praat met een professional, met een psychiater... of je legt uit dat je je eenzaam voelt en leeg... ga je die leegte opvullen. En dat deed ik met drank en drugs en met gokken. Dus en deed je het op een gegeven moment ook elke dag? Of was het... Op een gegeven moment, de laatste drie jaar, was het gewoon elke dag, ja. Maar daarvoor eigenlijk al, toen ik erachter kwam... dat hij het echt met regelmaat deed... ik werkte natuurlijk best wel veel. Hij wist van, klokslag 10 uur, 11 uur, gaat niet aan me slapen. En dan zei hij van, ja, ik ga beneden even tv kijken... Dan zei ik, ja hoor, is goed, schatje. Nou, ging ik gewoon slapen. En op een gegeven moment dacht ik na een uurtje... ik ga eens even naar beneden toe lopen. Toen hoorde ik op de trap. Wilde er heel snel en dat deed ik heel snel. Oh, shit, fles weg. Zo. Porno weg. Zo. Ja, zo ging dat. Niks, ik ben aan het werk. Oh. Nou, ik kon alles. En waar was je dan? Waar was je dan? In de woonkamer? In de mancave. Nou, had ik mancave. Oh, ja, het woord mancave was wel heel letterlijk genomen. Wat deed je daar in die mancave? Ja, alles wat God verboden had. Coke. Kook, drank, porno. Kijken, ja. En denken, ik ga nu hier aan werken. Want als je kookt, heb je helemaal ideeën. Oh nee, nu ga ik dit doen. Oh nee, nu ga ik dat doen. Je bent met alles bezig. En hadden we daar gesprekken over. En dan was het van, ja, je hebt ook echt gelijk. En ik zeg, ja, want Najib, hè. Want waren we al zwanger? Volgens mij wel, hè? Ja, ja. Ja, zo van, want hij... En dan gaat hij huilen van, ja, weet je wel, dat hij het zo erg vindt... dat het eerste kind op komst is en dat hij dan nog niet gestopt is. Toen had hij beloofd van, voordat die kleine geboren wordt... laat ik me opnemen, ben ik gestopt en zal ik er gewoon voor jou zijn. En nou ja, en op een gegeven moment heb ik het, geloofde ik daarin... want hij was heel overtuigend. Maar het lukte niet? Nee. En dat gokken, was dat online of ging het casino? Online, man. Dat is vreselijk. Ja. Gokken, ja, het is leuk. Als je 50 euro inzet en je hebt verloren... Ah, jammer, je hebt verloren. Weet je, prima, het is jouw geld. Maar bij mij ging het om bedragen. Dat je denkt, dit ga je nooit terugwinnen. Hoeveel? Nou ja, ik denk dat ik in die 2,5 jaar tijd wel 2,5 ton er doorheen heb gejaagd. En gewoon, dat zal wel meer zijn, want je moet natuurlijk belasting betalen. Want ik haalde het zo van de rekening af. En ik gaf het zo aan... In de hoop dat je meer zou... Je dacht elke keer, oké, als ik dit terugwin, dan stop ik. Maar je won nooit wat. In die tijd was je ook op televisie. Ja. Jij was in die tijd teamcaptain. Ja. Wie ben ik? Oh ja, vreselijk. In je biografie staat dat je bij de eerste opname 48 uur wakker was. Ja. Nou ja, dat zie je aan de ogen gewoon. Ik kan dit soort foto's ook echt bijna niet meer zien. Ja. Dat is gewoon dat je gewoon de weg kwijt bent. Ja. Ja.
En niemand die dan op dat zegt. En nu is het klaar, want dan word je alleen maar. Want het is zo moeilijk je te bevatten. Kijk, een verslaafde moet het allemaal zelf doen. Hè? Die moet zelf zeggen: hey, luister, ik heb een probleem. En mensen zeggen het wel tegen je. Die zeggen: nee, joh, maar het valt wel mee. Nee, joh, je probeert er van alles aan te doen om maar niet dat geheim bloot te geven. En dat maakt niet alleen jou kapot, maar ook de mensen om je heen. Daarom, je bent nooit alleen verslaafd. Je gijzelt als het ware iedereen die van je houdt. Ja. En voordat mensen nu denken: jeetje, wat is met een diep allemaal aan de hand? Want je vertelt het heel open, jullie praten er heel mooi over. Als een pek. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het roer op een gegeven moment helemaal omgegaan is. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. In één keer, en dat is nu 4 jaar geleden? Bijna 4 jaar. Ja. Bijna 4 jaar. In juni 4 jaar, ja. In hoeveel kliniek heb je in totaal gezeten? Binnen, buitenland volgens mij? Ja, eentje in het buitenland, eentje in Nederland. En ik heb 3 klinieken gedaan, ambulant, dus dagbehandelingen. Het is een knop omdraaien. Weet je? Ja. Als je echt wil, je zegt: luister, ik ga er alles aan doen. Vertel me wat ik moet doen, weet je wel. Ik sta open voor suggesties, want je denkt: ik doe het op mijn manier. Nou, mijn manier werkt het dus niet, 8 jaar lang niet. Nee. Dan moet je stoppen met alles. Klaar. En wat voor man heb je teruggekregen nou het allemaal weer? Ja, energiek, vrolijk, lief. Gewoon een hele andere man. Het is een hele... Dat hele verdrietige, er hing echt... De triestheid is eraf. Ja, er hing een donkere wolk over ons huis. Ondanks we 2 prachtige mooie kinderen kregen. Een succesvolle zaak. En hij een succesvolle comedian, artiest. Was er altijd een donkere wolk op ons leven. En ik was toch altijd heel erg, ergens van binnen heel erg verdrietig.